op het moment dat het zuurstofgehalte daalt, betekent dat dat de patiënt is gestopt met ademen. Ja. En dat is eigenlijk een 1-op-1 relatie. En daarmee kunnen we heel nauwkeurig detecteren of patiënten 's nachts stoppen met ademen. En dat kan een verklaring zijn voor de vermoeidheidsklachten. Ja, ja, voor de apneu. Als dat zo is, dan moet de patiënt naar het ziekenhuis om een behandeling aangemeten te krijgen. Als dat niet zo is, dan kunnen we hiermee vaststellen dat de patiënt veilig niet verwezen hoeft te worden naar het ziekenhuis. Ik maak hier mensen bekend met onze e-health-applicatie, TalkSense. Wij helpen jongeren die op het spreken komen bij de seksuele gezondheid bij de GGD Twente om breder te denken over hun eigen seksuele gezondheid. En ook om goede informatie, betrouwbare en compacte informatie mee te geven. Dus, en daar maak ik hier de mensen mee bekend, zodat ze ook zien dat de GGD Twente ook vooruitstrevend is en innovatief bezig is. Ook als er bijvoorbeeld problemen bij het vrije is of vragen over anticonceptie, dan alle informatie is er compact en betrouwbaar bij elkaar voor de cliënten jonger dan 25. Dus op die manier informeren we onze cliënten. Ik zou het heel fijn vinden om de medicatie zoals die door de apotheker wordt afgeleverd, om over die informatie te beschikken. Op het moment dat de patiënt hier komt, om ook te weten welke medicatie de patiënt gebruikt. Nu zien we vaak dat de patiënt met een tasje komt en we weten het gewoon onvoldoende. Willen de apothekers daar wel aan meewerken? De apotheker vragen zelf al sinds een jaar of zes die informatie of die toestemming om dat te mogen delen. Oh, mooi. En tot nu toe heeft ongeveer 50% van alle inwoners van Twente die toestemming gegeven. Daaraan kunnen we dus zien of u voldoet aan de norm gezond bewegen die er is in Nederland. En die norm zegt dat je 10.000 stappen per dag zou moeten zetten. En zo'n stappenteller geeft je een indruk van nou, hoeveel stappen zet ik nou op een dag? En is dat zoals het hoort, is dat de beste manier voor mijn gezondheid als het ware? Het filmpje dat aangeeft hoe stopmaat je hebt. Noteer vervolgens je bevindingen in je dagboekje om grip op je situatie te krijgen. Inzicht krijgen in je eigen handelen is al het halve werk. Heb je het even zwaar? Met de chatfunctie kun je met lotgenoten chatten en je eigen strategieën delen. Je hoeft het niet alleen te doen. Genoeg gepraat, laten we aan de slag gaan.